is het Skyline TV nieuws van woensdag 3 juni met vandaag Zwijze scholieren op de rode loper. 300 eindexamenleerlingen van het Zwijze College in Veghel sloten dinsdagavond hun middelbare schooltijd af met een gala. In een bonte stoet van oude en nieuwe voertuigen of gewoon op de fiets reden zij onder grote publieke belangstelling vanaf het schoolgebouw dwars door het centrum van Veghel naar de Blauwe Kei. En daar wacht hen op de rode loper een welkomstapplaus van directie en docenten. Uiteraard was er veel aandacht besteed aan de outfit. Je hoort erbij, hè? Ja. Netjes in het pak. Is dat afgesproken of is het gewoon toevallig zo gelopen? Toevallig zo, denk ik. We hebben niks afgesproken. Ik zwart afgesproken. Ja. Wat zeg je? Ik zwart afgesproken, maar ja. Ja. Het moest weer anders? Ja. Hoe lang heb je nou erover gedaan om die jurk uit te zoeken? Ik heb hem geleend van iemand, dus ik heb er niet lang over gedaan. Hij paste gewoon en jij dacht van oké, het is goed. Ja. Oké, en die jurk zelf uitgezocht? Ja. Hoe lang heeft dat nou geduurd? Nou, ik heb hem maandag gekocht. Oh, je hebt hem maandag gekocht en je liep de winkel binnen van ziet er wel mooi uit. Ja. En jij? Ik heb hem ook net een weekje ook besteld online. Oh, jij gewoon op internet gekeken? Klopt. Met name de dames hadden, voordat zij naar het gala gingen, een tijdje voor de spiegel doorgebracht. Uurtje, met haar en make-up en alles bij. Uurtje? Ja, dat is nou niet zo heel lang hoor. En mijn nagels gelakt en zo. Oh nee, daar valt het reuze mee. En jij? Ik ook een uurtje. Valt ook mee. Met je haar? Ja, wel haar en make-up, alles in één. Haar en make-up, alle speldjes, kleerhangers, dat soort dingen. Ja. En jij? Ja, ik denk 2 uur of zo samen. Misschien iets langer. Dus jij deed deze dames bij elkaar opgeteld? Ja. Hoewel het feest voorop stond, blikten sommige feestgangers toch nog even terug op de examens. Ze waren best wel pittig, dus ik hoop dat ik geslaagd ben. Maar mag het feest natuurlijk niet bederven. Wat vond je nou het moeilijkste vak? Economie. Biologie. Alles. Eindigt ook op I. Jij vond alles moeilijk? Ja, alles. Echt alles. Geen één ding vond ik makkelijk. Oh, daar zit iemand op. Was er ook iets waarvan je zegt van dat is een eitje? Engels. Nee. Even denken. Nee, Nick. Ja, Nederlands, maar het examen niet. En op 11 juni, dan is het zover. Dan worden de uitslagen bekendgemaakt, waarna de VWO'ers op 30 juni naar de feestelijke diploma-uitreiking mogen. Een dag later gevolgd door de geslaagde HAVO-examenkandidaten. Na dit tv-nieuws kunt u een uitgebreidere reportage zien van het Zwijze Gala. De huizenmarkt in onze provincie trekt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek aan. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 4200 huizen verkocht. En dat zijn er 600 meer dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Ook de huizenprijzen stijgen, maar niet in iedere plaats in Brabant. Over heel Brabant gezien is de prijsstijging gemiddeld 2%. De grote wooncorporaties in deze regio gaan de komende jaren miljoenen euro's investeren in energiebesparende ingrepen aan de huizen die ze verhuren. Volgens het Brabants Dagblad trekt alleen Area de komende 5 jaren al 15 miljoen euro uit om de gehele woningvoorraad op energielabel B te krijgen. De besparing op de gasrekening komt voor de helft ten goede aan de huurders. De andere helft verrekent de wooncorporatie in de huur. Wie nieuwsgierig is naar de nieuwe ambulancepost in Uden, kan op zaterdag 13 juni een kijkje gaan nemen op de bouwplaats aan de Eikenheuvelweg. Een aannemersbedrijf uit Zeeland begon in november van het vorig jaar aan de bouw van wat de grootste ambulancepost van de regio moet gaan worden. De plannen voor de snelfietsroute Os-Nistelrode-Uden-Veghel komen steeds meer dichterbij. Het voorgestelde tracé wordt opgenomen in het utilitaire fietsroutenetwerk. De colleges van Bernheze en Veghel stemden al in met het voorstel en met de ambitie om dit tracé uiterlijk in 2020 te realiseren. De gemeente Uden neemt later een besluit. Donderdag is het af en toe bewolkt, maar de temperatuur gaat omhoog naar 23 graden. Vrijdag stijgt de temperatuur zelfs naar de 30 graden, waarna het zaterdag weer afkoelt naar 22 graden. En tot zover het Skyline TV nieuws. Deze uitzending wordt ieder uur herhaald en donderdagavond om 7 uur is er weer een nieuwe uitzending. Tot de volgende keer.